VVV-TV wordt mede mogelijk gemaakt door Seacon Logistics, Keulen Automateriaal, Vervoerscollege Venlo en Daily Gourmet Catering en Lunch Service. Via een overwinning op FC Groningen steeg VVV naar plaats 9 in de Eredivisie. De tegenstander van komende zaterdag staat maar één plaatsje hoger. Die stand zegt me nog niet zoveel. Iedereen heeft tegen andere tegenstanders gespeeld. Je hebt een ander uit- en thuisprogramma gehad. Straks meer, maar eerst het verhaal van de laatste wedstrijd. VVV FC Groningen. Kort samenvattend, goed begonnen aan de wedstrijd. Zeker de eerste 10 minuten met heel veel hoge druk. Na de 1-0 die we vanuit een standaard situatie creëren die we getraind hadden. Complimenten aan mijn staf wat dat betreft. Goede goal van John, de debutant. Komen we onder druk te staan. Groningen heel goed voetballen. Wij geprobeerd en getracht om heel compact te blijven verdedigen. Dat is gelukt gezien de score. Uiteindelijk komt Groningen denk ik terecht op 1-1. En de tweede helft is Groningen wat beter voetballend geheel. En waar we uiteindelijk toch nog toeslaan doordat we gewoon keihard blijven knokken voor de punten en blijven vechten. Ik vond wel dat we na de laatste 20 minuten de druk van Groningen wat weg was. En wij eigenlijk weer wat in controle kwamen. Dan zie je ook dat we er wat makkelijker vanaf komen. Vaker op de helft van de tegenstander waren. En dan knalt Everton binnen. Daar was ik niet ontevreden over. De hoek wordt moeilijk, maar niet zo moeilijk dat hij er niet in kan. Het was natuurlijk nog een eigen verhaal van de wedstrijd. De beslissende goal van Evert Lindhorst en de actie daarna. Een achterlijke actie, zei jij direct na de wedstrijd. Zo denk je er nog steeds over? Hij heeft er een boete voor gehad. Het is ook afgedaan. Ik was erg blij met Evert en nog steeds. Maar daarna maakt hij nog een overtreding. En dan sta je nog misschien nog 10 minuten met 10 man. Omdat je gaat juichen en je shirt uittrekt. Ik snap het niet. Het was zo warm, was het ook weer niet. Veel mensen die zeggen van waarom deed je dat en ook wel mensen die het leuk vonden. Maar het was meer een impulsieve reactie van mij. Terwijl ik zou zoiets eigenlijk niet van mezelf verwachten. Maar ja, het gebeurde gewoon en ik vind het wel leuk. Dus, heb je er spijt van nu, een paar dagen later? Ja, nee, geen spijt. Het was wel een gele kaart natuurlijk, dus dat is jammer. Maar we hebben gewonnen, dus dat maakt het extra lekker. Ja, je zegt het was echt impulsief, want we zijn het niet gewend van jou. Is je vierde goal natuurlijk, maar ja, de andere goals, jij juicht altijd op een ingetogen manier, lijkt het wel. Ja, daarom. En ik was volgens mij ook al stiekem aan het denken, als ik nu score, dan ga ik gewoon mijn shirt uittrekken. En het gebeurde. En ik deed het gewoon, dus het is wel de eerste en de laatste keer. Maar normaal juich ik inderdaad niet zo uitbundig. En deze keer deed het wel. Belangrijke goal. Dus, Dat zeker. Beschrijf het nog eens. Wat ging er door je hoofd voorafgaande op het moment van de corner? Ja, ik dacht corner en ik mocht eigenlijk de eerste wedstrijd dat ik echt mee mocht. Normaal sta ik op de 16. En ik moest eerst de paal rennen en dat deed ik. Maar ik zag de keeper niet uitkomen. Dus ik dacht dat hij ging komen, maar hij kwam maar niet. En op een gegeven moment schrok ik een beetje, want dat was voor mijn voeten. Toen reageerde ik snel, schoot ik hem binnen. Ja, was een mooi moment. Je raakte hem nog ineens lekker, of wel? Nee, hij kwam wat meer hier zo op mijn kuit, enkel. Maar ja, doet er niet toe. En nou is zo'n sterke been als je rechterbeen, daar heb je nog helemaal niet mee gescoord. Nee, ik heb inderdaad nog geen goal met rechts gemaakt, dat is wel vreemd. Maar als ik met links blijf scoren, vind ik het ook geen probleem. Hey, toch nog één dingetje over dat shirt, want daar wordt ook veel over gesproken. Wat zat er nou onder dat shirt?
Ja, ik hoor sport BH voorbij komen. Mensen zeggen het. Ze weten zelf dat het ook niet zo is natuurlijk. Maar het is GPS-trekker zit erin en een hartslagmeet. Dus wel, is wel grappig. Ik heb goede reclame gemaakt voor Johan, denk ik. Ik zie de factuur al voorbij komen. Dat ook nog. Hey, maar even naar die boete. Wat heb je nou precies voor straf gekregen van de trainer? Ja, ik moet eten betalen. Dat is de boete. En moet ik samen doen met nog twee andere spelers die ook een boete hebben openstaan. Dus het scheelt me nog wel wat. We kunnen met z'n drieën doen. Is al bekend waar het eten plaatsvindt? Ja, mag je dat zelf kiezen? Het wordt waarschijnlijk een barbecue. Dus je hoort het nog wel. Een opvallende tweet deze week kwam van oud-VVV-spits en all-time clubtopscorer Maurice Graaf. 9 punten uit 6 wedstrijden, dat is echt een fantastisch begin. Wow, zei ik. En dan heb ik erbij gezegd, als ze dan dadelijk ook nog gaan goed voetballen, waar moet het dan heen? Waar gaan we dan eindigen? Dus dat is de vraag. Nou ja, het was natuurlijk ook een beetje van God. Ze spelen nog helemaal niet naar hun kunnen. Halen toch al 9 punten, dus er zit nog meer in het vat. Dus dat verwacht ik wel, ja. Ik vind dat we een aantal hele goede aankopen hebben gedaan. Kijk, we zijn natuurlijk Oenerstaal kwijt. De nieuwe keeper doet het trouwens niet verkeerd. We hebben met Yeboah voorin, als je in je debuut kan scoren, dan denk je, nou, en met het lef wat het ventje heeft, de snelheid, denk dat we een hele goede erbij hebben. Post is de meeste van die 6 wedstrijden nog niet eens erbij geweest. Dat vind ik onze beste speler. We hebben leader bij op het middenveld die alles en iedereen knettergek maakt. En volgens mij tegenstanders ook. Dus ja, daar baseer ik dat op. En het feit dat we een nieuw team hebben wat nog naar elkaar toe moet groeien. Dat wordt alleen maar beter. VVV staat dus in het linker rijtje op plaats 9. De volgende tegenstander, Willem II, staat 1 plaatsje hoger met evenveel punten. Die stand zegt me nog niet zoveel. Iedereen heeft tegen andere tegenstanders gespeeld. Je hebt een ander uit- en thuisprogramma gehad. Ik denk dat je na een wedstrijd of 8 ongeveer kan gaan zeggen van nou, dat zo gaat de competitie er wat uitzien. Er zijn veel ploegen gelijkwaardig. En wij hebben in ieder geval laten zien, en dat vind ik wel heel belangrijk, dat we van ploegen als Utrecht en Groningen gewoon kunnen winnen. Nou ja, dan kan dat ook bij Willem II. Ja, ik verwacht dat Willem II thuis zeker erop wil klappen. Die hebben nu toch wat wedstrijdjes verloren. Ze zijn goed begonnen in de eerste paar wedstrijden. En ja, die zullen er alles aan doen om ons gelijk te overrompelen en de punten daar te houden. En het is aan ons om ons daar tegen te weren. Goeie ploeg. Zit goed in elkaar. Hebben een veel balvaardige spelers ook. Ja, het is gewoon een goede ploeg. Niet voor niks vorig jaar ook een goed seizoen gedraaid, bekerfinale gespeeld. Dus nogmaals, veel individuele vaardigheid. Dus we zullen aan de bak moeten. Dat moet dan wel zonder de nog steeds van een blessure herstellende Jonathan Opoku. Danny Post is terug naar zijn rode kaart. Dus wie weet gaan Lee Kettermol en hij wel samenspelen zaterdag. Vandaag was dat wel, maar ja, het is aan de trainer. Ik heb wat meerdere wisselingen gezien, dus volgens mij is hij er nog niet helemaal uit. Maar dat zou een optie zijn? Voor mij wel. Ik vind het wel heerlijk, nog zo'n buffelaar naast me. Dus ja, voor mij alleen maar goed. Nou, daar trainen we in ieder geval wel op. En dat zal gaan uitwijzen in de toekomst hoe we dat gaan oplossen. Maar nogmaals, ik kan nu meerdere kanten op. We kunnen met Kettermol en Post spelen. We kunnen met, zoals we het gedaan hebben steeds, met 1-6 en 2 wat aanvallendere middenvelden spelen. Opoku komt er volgende week weer bij. Hebben we weer een optie op die teampositie? Ja, de concurrentie wordt wel groter nu natuurlijk. En iedereen vecht voor zijn plekje. Maar uiteindelijk is het aan de trainer en aan onszelf. Maar dat komt. De topscorer staat er niet langs, denk ik, zaterdag. Nee, daar ga ik ook niet vanuit. Nee. Zometeen sluiten we weer af met Koffiecorner van binnenkant Pala. Maar eerst terug in de tijd. Wie Willem II VVV zegt, zegt Danny Post. En Post die zijn kans schoon ziet en geweldig scoort. Wat schiet hij die bal prachtig in de bovenhoek. En VVV staat met 1-0 voor. Ja, was een lekkere goal, goede herinnering. Ik ga daar nu met veel vertrouwen terug naartoe. Ja, hoe is het met jou? Want ja, echt veel spelen is er nog niet geweest natuurlijk. Hoe voelt dat? Ja, het is nog niet echt een goed begin. Tenminste, een goed begin. Ik heb 2 wedstrijden meegedaan. Ik heb eerst een vervelende blessure gehad aan mijn hamstring. Net voor de competitie, dus dat was al heel vervelend.
En daarna loop je ook nog eens, kom je eindelijk weer tot spelen en dan krijg je een tweede gele kaart. Met nog een interlandperiode ertussen. Dus dan doe je weer 2 weken niet mee. En zo kom je ook niet lekker in het ritme. En het is geen lekker begin. Nee. Ik ben blij dat we in ieder geval van Groningen gewonnen hebben. Dat we toch qua punten goed ervoor staan. En dat ik nu gewoon weer lekker kan aansluiten. Ik weet niet wat ik nou lelijker vond. Die overwinning? Of? Of dat wat we tegenwoordig allemaal onder het shirtje dragen. Ah, ja, dat is goed. Laat het eerst even over die overwinning hebben. Eerst over die overwinning. Ik vind, weet je wat ik de grootste winst vind? Normaal gesproken verliezen we dit soort lelijke wedstrijden. Ja. En nu, ja. Dankzij die 2-1, Groningen had toch wel een paar kansen natuurlijk. Ja. Paaltje geraakt, binnenkant Pala, eruit. Uitstekend. Redding van Kiersman, daarvoor ook al een redding van Kiersman. Cornertje kom. Even kijken eens om de heen, links, rechts, niemand. Keeper komt niet, nou ja, weet je. Dan teken je wel binnen hoor, 2-1, ja, fantastisch en natuurlijk. En nummer 4, natuurlijk, fantastisch. Maar hij staat gewoon gedeeld derde met mensen als Ziyech bijvoorbeeld. En Maaskant zei, wat wij eerder ook al zeiden, de eerste die ik op het wedstrijdformulier zet, is Evert Lentos. Is Evert Lentos. En terecht. Hij maakt er dus 4, het mooie is, weet je of Evert links of rechtsbenig is? Geen hij is officieel rechtsbenig. Hij heeft 4 doelpunten gemaakt. 1 met het hoofd, 3 met links. Wat meen je als hij met rechts begint te voetballen? Nog 1 ding over Evert. Nou. Hij doet dat shirt uit. Dat vinden we lelijk. Maar Maaskant was niet blij. En dan moet hij voor alle teamgenoten en de staf het eten betalen. Over eten gesproken? Ik heb ook wel een beetje honger. En zullen we deze ook gewoon op de rekening bij Evert zetten? Ja, tuurlijk. Evert, hebben we wat te eten hier? Ja, volgens mij. Hebben we wat te eten hier? Oeh, dit is top hoor. Gemaakt een roempiaatje. Evert scoort dan. Trekt zijn shirt uit. En dan vind ik het nog helemaal niet zo erg dat hij geel krijgt. Weet je wat ik verschrikkelijk daaraan vind? Hij loopt toch voor lul, man? Ja, en voor een BH'tje aan. Ja, je loopt voor lul. Het is damesvoetbal op dat moment. Hè? Ik weet dat nog van die Amerikaanse voetbalster. Die scoorde toen een keer trok haar shirt uit. Liep daar ook in een sport-BH'tje. Maar je gaat toch niet als volwassen prof in zo'n BH'tje rondlopen. Houd toch eens op. Dat vind ik het allerergste. Hij wilde wel even laten zien dat hij kuus was geworden. Hè? Ja, 3 punten. Fantastisch. Het 4e doelpunt van Lenthorst. Ook fantastisch. Maar het debuut van Yeboah, godverdomme, het is echt Mr. 1-op-1, hè? En een raket, hè? Ja, heerlijk. Oh, dat is hij snel. Ja. Kreeg die bal aangespeeld, rent gewoon op snelheid er voorbij. Ja. En maakt hem keurig af. Want ik was al weer adem aan het halen om te zeggen, dit schiet je toch niet zelf? Maar ik was er niet bij D en hij zat er al in. Dus ik kon me woorden gelukkig op tijd instekken. Fantastisch. De tijd voor 102 lijkt me, Lucas. Oh, Wim, wat heb je? Lekker, man. Baby pak zooi. Kijk eens hier. Ja, cameraman is ook? Ja? Eten, drinken, natuurlijk ook bij het voetballen heel belangrijk. Lekker. Ik heb de aftrap niet gehaald afgelopen wedstrijd. Nee, want iedereen stond al klaar, wij stonden klaar. De bal was al gebracht met een peloton aan parachutisten. Dus iedereen was er klaar voor, behalve de catering. Ja, ik was dus om kwartier voor de aftrap in het stadion. Ik denk, ga me even lekker biertje halen. Wat denk je? Kassa kapot. Vervolgens in de rust bij de andere kiosk het bier weer op. Ja, en toch winnen we. Het kan bijna niet. Ondanks dat het bier op is. Ondanks dat het bier nee, op is. Nee, maar goed. Ik stel voor dat we vanaf nu niet meer catering daar gaan noemen. Maar kuttering. Schande. Ben je na afloop ook nog even gezellig blijven hangen? Ik niet. Ik moest nog even werken. Heb je de fanzone gezien? Ik heb na afloop even overwogen om daarheen te gaan. Nou, de sfeer zat er lekker in hoor. Ik heb er een filmpje van gemaakt. Nee, het was echt verschrikkelijk. Nee, weet je, het nadeel is, als je niks doet, is het niet goed. En als je wel wat doet, komen de mensen er niet op af. Dus moet je dan overwegen, we doen niks en we wachten tot het definitieve klaar is. Of zeg je, we doen wel wat. Voor de wedstrijd was het overigens wel bommetje vol. Ja, volgende week uitwedstrijd tegen een nagenoeg gelijke ploeg. Hè? Net zoveel punten, net zoveel doelpunten voor. Zij hebben er eentje minder tegen. Uit naar Willem II volgende week. Ja, aardig ploegje hoor. Ja. Goede spits, die Pavlidis. Ja. De ene naar de andere vliegt erin. Die is gevaarlijk. Pavlidis, jawel. Ja, Funs, wij twee kunnen wel van alles denken te weten. Maar we kunnen het natuurlijk het beste aan Wim vragen. Wim, wat denk je? Willem 2 uit? Nou, ik denk niet, ik weet het. 2-1, VVV. 2-1 voor VVV? Teken ik voor. Lekker trouwens. VVV TV wordt mede mogelijk gemaakt door Seacon Logistics, Keulen Automateriaal, Vervoerscollege Venlo en Daily Gourmet Catering en Lunch Service.